Vandaag is rood. Ik gooi dit om beneden van Twitter. Ik ben aan mijn roodland. 4, 3, 2, 1. Als je nou een evenement kan maken waar nou eens een keer opinie in zit. Een keer mensen een stelling nemen. Ja. Een mening vertolken of je daarmee eens bent of niet. Waar je geïnspireerde en inspirerende mensen van praten. Nou, ik denk als je een event kan neerzetten waar inspiratie de rode draad is. Ja, maar dan liever op die spruitjes manier. Op een gegeven moment keek en er stond, zeker al met een minuut of 10, stond je ook gewoon te kijken, observeren. Ja. En dan is het een man die dan op een gegeven moment roept van, wordt mooi jongen. Ja, hij zegt, wanneer ben jij voor de laatste vakantie geweest? Nou, grappige vakantie, wat is dat joh? En dan is het dan een man die naar zijn spinnenzak pakt, daar echt een behoorlijke hoeveelheid geld uit haalt en zegt, dit afmaken en dan wil ik je kop 14 dagen niet meer zien. Dat is ook jou. En dat heeft me zo, die combinatie van dingen heeft me zo geïnspireerd. En we zwaaien met z'n allen. Hier zijn we! Ja, van events loop je nog eens binnen, hè? En het vervelende met dit soort ruilauto's is dat je nooit weet waar het ligt. Ga je dan naar kantoor vanavond? Ja. En met... Goedkoopste Shell tankstation. Goedkoopste? Ja, van Nederland. Ja? De duurste Shell